Bezoekers van het 538 Koningsdag Festival in Breda werden zaterdagmiddag geconfronteerd met een onverwachte uitdaging, een pinstoring die het betalen voor eten en drinken onmogelijk maakte. De festivalgangers stonden geduldig bij de bars te wachten terwijl het nieuws zich verspreidde dat het gebruik van pinpassen niet mogelijk was. Een woordvoerder van 538, na meldingen van Hart van Nederland, bevestigde het ongemak en verzekerde dat er hard werd gewerkt aan een oplossing voor het probleem. Het was een uitdaging voor de organisatoren om de bezoekers op de hoogte te houden van de ontwikkelingen, terwijl ze probeerden de storing te verhelpen. Het 538 Koningsdag-evenement staat bekend als een pin gelegenheid, wat inhoudt dat betalingen uitsluitend met pinpassen, creditcards of speciale opwaardeerbare kaarten kunnen worden gedaan. Het feit dat de storing al anderhalf uur duurde, veroorzaakte ongemak en frustratie bij de feestvierders, zoals bleek uit berichten op sociale media. Ondanks de tegenslag konden bezoekers nog steeds hun opwaardeerbare kaarten opladen, dankzij de beschikbaarheid van een 4G-verbinding. Het incident benadrukte de kwetsbaarheid van moderne betalingssystemen, zelfs op grote evenementen waar technologische vooruitgang de norm is geworden. Het 538 Koningsdag Festival, dat jaarlijks duizenden feestgangers trekt, werd geconfronteerd met de uitdaging om de impact van de pinstoring te minimaliseren en tegelijkertijd de feeststemming te behouden. Hoewel dergelijke storingen zeldzaam zijn, herinnerde het voorval deelnemers eraan dat zelfs in een wereld van digitale transacties traditionele backupplannen nog steeds van cruciaal belang zijn.